Ik heb nu in mijn handen een versgeplukte kalebas waar ik mee ik zo meteen ga werken. Out-of-the-box denken vereist veel creativiteit. Vooral als het gaat om een product ontwikkelen speciaal bestemd voor de toeristische markt. Joyceline Leidsman liet zich inspireren door het groen om haar heen en transformeerde het natuurlijk product kalebas naar een lamp die zeer aantrekkelijk is voor toeristen. Ik ben Leidsman Joyceline, eigenaar van het bedrijf Calyso Flower Craft & Gift Shop. Ik maak lampenhouders van kalebas. U heeft nu dus die kalebas geplukt, het is vers. Wat gaat u nu ermee doen? Ik ga nu erop moeten tekenen. Ik teken een vorm waarop ik het ga snijden. En daarvoor gebruik ik een boormachine en een figuurzaag. Om het uit te zagen. Oké. Okay. Dus dit ga ik zo tekenen. En weer zo. Ik gebruik een boormachine. En dan ga ik mijn zaag pakken. Weer mijn boormachine. Dan ga ik het vruchtvlees ervan eruit halen. Dat doe ik met de lepel. Het is nu half schoon van binnen. Dan ga ik dus dan een beetel nemen. Dus in deze heeft u het vruchtvlees niet nodig? Ik gebruik het vruchtvlees wel. Ik zaai uit, omdat ik dus dan in augustus zelf wil aanplanten. Okay. Maar voor de lampen gebruikt u alleen het schil? Jawel. We gaan nu met een mes de rest van het vuil eruit halen. Het zwarte gedeelte hier moet ook eruit. Hoe bent u eigenlijk op het idee gekomen om zo'n business te beginnen? Dus met kalebaslampen. Ik zat... 2013 zat ik op les
En toen kwam er een Hollandse vrouw, Willemieke van der Vlis. En zij was bezig met kalebaslampen. Er waren workshops. Ik heb 2 van de workshops meegedaan. Maar de laatste was ik ziek, heb ik niet kunnen volgen. In 2015 heb ik gewoon aan mijn man gezegd van... Ik ga even uitproberen als ik het kan. Mijn eerste lamp heb ik gemaakt met spijker en een kalebas. Want daar had ik geen boormachine. Ik heb het gedaan, ik heb het gepost op Facebook. En toen zag ik de likes. En toen zei ik van Jolanda, ga ervoor. Want men noemt me normaal Jolanda. Jolanda, ga ervoor. Heb ik een andere lamp gemaakt. Heeft iemand me gevraagd om eentje voor dat te maken. Maar dan moest het een theelichthouder zijn. Daarna zag ik van, er is vraag. En ja, ben ik ermee begonnen. Okay. Krijgt u veel bestellingen? Ja, ik krijg toch wel heel veel bestellingen. Maar meer bestellingen van buitenlanders, toeristen. Omdat toeristen heel dol zijn op kalebas, spullen van kalebas. Als het product af is, hoeveel dagen doet u erover om het af te hebben? Ik werk normaal. Elk dag, als ik vers moet werken, zoals ik nu bezig ben, heb ik elke dag 2 lampen af. Maar als ik gedroogd moet werken, dan is het een week. Want dan moet je het op schoonmaken en daarna laten uitdrogen. Als ik van het werk ben, of soms neem ik verlof. Als ik heel veel bestellingen heb, dan neem ik verlof. Want dan moet ik... Het is soms dat je de bestelling binnenkrijgt. En dan belt de persoon bijvoorbeeld maandag. En dan zegt de persoon van, ik moet vrijdag 3 lampen af hebben. Dan neem ik meestal verlof om ze af te krijgen. Ik heb heel veel offers moeten brengen. Ik heb bijvoorbeeld uitgangleven met mijn gezin achterwege moeten laten. Ik was iemand die dus dan mijn kinderen altijd verwende met mooie spullen. Dat heb ik achterwege moeten laten. Want ik moest alle centen bijeenzetten om dus dan mijn machines te kunnen kopen. Is dat een dure investering, die machines wat u gebruikt? Ja, toch wel. Omdat het land heel duur is en dan gaat je dus dan voor goedkoop voor kwaliteit machines en die zijn goed duur. Kunt u ons een idee geven in welke orde we moeten denken? Alles bij elkaar? Al mijn machines hebben me 25.000 SRD gekocht. Wow, dat is best wel veel, ja. Wat voor andere dingen moet u ook nalaten? Om dit verder van de grond te krijgen. Want u bent in de opstartfase, hè? Ja, mijn vriendenkring heb ik sowieso... Moest ik sowieso verkleinen. Want dan heb ik ook geen tijd voor vrienden om... Of voor mensen om te komen zitten om Tori te praten. Is dit best wel een winstgevende business? Ja, het is winstgevend. Als ik dus dan zo kijk naar mijn uitgaven en mijn inkomsten, dan is het heel winstgevend. Dan ga ik nu een rand hiervoor maken. Waarom die rand? De capaciteit heeft altijd aan de onderkant zo'n witte rand. Dan ga ik dat zo maken met de mes. Omdat als ik al geboord heb, ik het niet meer kan maken. Want dan kan die mes even steken aan de gaatjes en dan wordt het groter. Dan ga ik nu boren. Ik ga nu mijn boordje verwisselen met de kleinere, omdat ik nu de binnenkant ga doen. Ik doe het met beide voor de variatie van het licht.
ga eerst met een grove schuurpapier. Mevrouw Leidsman, ik heb gezien dat u heel behendig bent met het bedienen van uw gereedschappen. Heeft u een cursus daarvoor gevolgd? Nee, ik heb geen cursus gevolgd. Mijn wederhelft die heeft me geleerd of gewezen hoe ik dus dan de machines moet bedienen. Oké. Okay. Ja. En is het ooit een keertje fout gegaan bij het boren of zo? Nee. Tot nu toe niet? Tot nu toe niet. Oké. Okay. En ik blijf willen dat het ook niet gebeurt. Oké. Okay. Ja, van waar haalt u grondstoffen allemaal? Ik haal mijn grondstoffen van het dorp, van mijn oma, mijn tante. En als ik dus dat niet bij hen heb, dan laat ik het even kopen. Oké. Okay. Ik ben nu klaar met die grove schuurpapier. Ja. Dan ga ik naar de fijnere. Oké. Okay. Heeft u ook andere partners waarmee u werkt om dit alles rond te krijgen? Ja, ik heb andere partners. De opkoper. Ik heb mensen die me adviezen geven. De heer Toyo, Johannes Toyo. Is mijn vaste begeleider die me altijd adviezen geeft. Wat ik moet doen, hoe ik te werk moet gaan. Mijn wederhelft, mijn kinderen. Mijn familie, mijn moeder. En Wijlen, mijn vader. Als u zo een dag hebt gepland om te werken... Hoe ziet uw normale dag eruit als u ook aan het werk bent? Mijn normale dag ziet eruit. Als ik 's morgens vroeg ben opgestaan, is het eerste wat ik doe, mijn dagteksten. Daarna zingen, bidden. Me klaarmaken voor het werk. Dan plan ik direct. Ik ga om 2 uur van het werk. Als ik thuis ben gekomen, heeft mijn dochter al gekookt. Dan ga ik eten, baden en dan ben ik aan het werk. Dan werk ik soms tot 6 uur. Dan ga ik even uitrusten. En dan kom ik weer bezig, dan kan ik weer bezig zijn. Dan is het de kleine dingen. Misschien een fitting maken, een fitting plaatsen, een stekker plaatsen. Of even een tweede kwast geven aan vernis geven aan een lam. Dat is mijn dag zo een beetje. Oké. Okay. Ik neem aan dat als je iets begint, dat er toch zaken zijn wanneer u gaat evalueren. Dat u ziet van u heeft het over het hoofd gezien of u heeft het onderschat. Wat zijn de zaken die u bij het opstarten hiervan heeft onderschat? De zaken die ik heb onderschat is het financiële gedeelte. Financiële administratie. Ik deed in het begin geen financiële administratie. Waardoor ik dus dan niet precies wist wat mijn inkomsten en wat mijn uitgaven zijn. Het is helemaal misgegaan ermee. Ben ik opnieuw gaan starten. Ben ik opnieuw gaan starten met mijn financiële administratie. Nu ga ik bezig zijn met de schuurmachine. Ik ben nu klaar met schuren. Ga ik even het stof ervan wegvegen. De binnenkant ook. Dan volgt het gedeelte van bespuiten en vernisten. Ja, u vertelde ons dat u, los van die grondstoffen haalt u hier in het dorp, toch? Ja. Maar u werkt ook met partners om uw spullen op de markt te krijgen. Hoe gaat dat eraan toe? Met wie werkt u allemaal? Mijn zusje die in België zit, ik stuur meestal mijn producten voor mijn zusje om voor me te verkopen. Ik zit ook in een ondernemersplatform Toemau en de andere ondernemers die helpen me ook promoten. Dan ga ik nu even mijn spuitbom halen. Eigenlijk focust u alleen op de buitenlandse markt en op toeristen die langskomen. Jawel.
Ik heb het van de binnenkant bespoten. Dan ga ik nu aan de buitenkant kijken als het gevlekt is. Maar als je geboord hebt en bezig bent met bespuiten, dan komt er soms vlekjes buiten. Dan ga ik deze kant hier weer wegschuren. Ik weet niet of u ooit de kans heeft gehad om uw producten te vergelijken met die uit het buitenland. Heeft u een verschil opgemerkt? Of wat zou u als verschil aangeven? Ja, ik heb toch een verschil gemerkt. Mijn producten zijn natuurvriendelijk. Ik zou aan mijn consumenten zeggen van, kies voor mijn producten, want zijn kwaliteit, zijn milieuvriendelijk. En het zijn gezonde producten, omdat ik niet met giftige stoffen werk. Tijdens het drogen ben ik bezig met mijn fittings. Dit is een fitting. Hierin gaat nu mijn gloeilamp. Gebruikt u alleen maar gloeilampen of gebruikt u ook ledlampen? Ik gebruik meestal gloeilampen. Ik vind van het ledlamp dat het niet zo mooi straalt. Ja. Dus voor een deel van uw werk bent u ook elektricien? Ja, ik ben voor een deel van mijn werk ook elektricien. Dit is een tussenschakelaar wat ik ga plaatsen om het licht uit en aan te doen. Ik ben nu klaar met het plaatsen van kabels voor mijn tussenschakelaar. Ik ga dik maken en dan ga ik nog een stekker moeten plaatsen en dat gaat in die lamp. Ja, er komt de stekker eraan en dan, het is nog niet droog, als het helemaal droog is, krijg ik mijn lamp een ander stuk. Dit stuk komt eronder. En dan krijg ik het nog drie poten eronder. En dan heb ik een capacie. Hier is mijn lamp capacie helemaal af. Gedroogd bespoten. Het heeft ook al een gloeilamp erin. De kabel is er ook al aan vast. Het heeft 3 uurtjes in de zon gelegen voordat het helemaal moest afdrogen. De overheid zou voor mij de voorzieningen kunnen treffen om meer leningen te geven aan startende ondernemers, zodat we onze producten kunnen verhogen, vooral ik. En ook een goed afzetmarkt voor ons zoeken in het buitenland en ook lokaal. In de toekomst wil ik mijn craftshop opzetten en daar ook mijn werk rond te plaatsen. Ja. En waarom wilt u het dan opzetten langs de weg? Ja, als ik langs de weg ben, heb ik heel veel klanten en zijn er meer bezoekers. Ja, en gaat dat lukken? Jawel, ik doe mijn best om voor mijn jaardag mijn craftshop af te hebben.